snel naar de overzijde. Ja, kijk. En een blokshot op de eerste van Hito Kok. Ja, die moet hij nog leren ontwijken natuurlijk. Ja, ja. En hij zal Kok nog wel kennen. De mensen kunnen gaan zitten. Je had hem niet gezien hebben. Dan heeft hij nu wel zijn introductie gekregen. Ja, Juri Schoepen. Dan is er Bottenbaaf. Een driepunter. En even kijken. Dan gaat het vlug. Stoenbris. Van Vliet. Goed gewacht hoor. Hito Kok. Ja. En goed gelezen ook. Ja hoor. Als je een lange close-out krijgt, dan kun je die fout gaan uitlokken. En we die hebben heeft een mismatch tegen Jo van Buggenhout. Hulp. Zoeken naar de schutter en daar stopt hij met Derek Fenner. Even een wat communicatie. En de fout bovenop. Ja, 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 ja. Eerste wissel bij Antwerpen. Ja, die bal moet naar Swing tegen Price. Swing, ja. Ja. Hij heeft alles in zijn voordeel. Ja, zeker. Swing. Oeh, die bal rolt eruit. Hij haalt de aanval van de rebound zelf weg. En dan is er weer Hito Kok. Ja. Van Price. Op die toch wel mindere pass. Oh, en daar gaat Dorsey Walker. En een fout er bovenop. Ja. En Swing laat hem tot aan. Beter in die paslijn te komen. En de fout wordt gefloten. Flink. Screen, moet ik zeggen. Ja, een mismatch ondertussen onder doel. Boom. Daar kan de Bos aan profiteren en het basket aanvallen. Bijna een balverlies. Ja, Price, die gaan ze toch weer niet laten aanleggen, want die gaat dat doen gewoon. En daar geraakt hij de bal kwijt. En het worden nog twee punten. Bam! Ja. De dunk! Goed swing. En Antwerpen komt hier nog heel goed weg in feite in dit eerste quarter. En die mag Moore gaan creëren. Ja, tegen Mwema. En dat is duidelijk een lengteverschil. Oh, mooie beweging van Dorsey Walker. Beweging van Dorsey Walker. Goeie beweging. En dan is er uiteindelijk nog Kok die komt afmaken. En dat is wat Den Bosch nodig heeft in hun spel. Ze zijn een beetje te trigger-happy geworden van achter die driepuntlijn. En de juiste mix vinden tussen dit soort baskets dicht bij doel en afstandsshots. Dat is wat ze zullen nodig hebben. Maar zijn ze al met zijn vijven. Jovanovic die onder de korf. En kijk, Jovanovic die heel slim Hito Kok weg. Ruimte voor Feyenoord om door het midden. Bal in de bucket, bal buiten, dan is dat oké. Okay. Het was Bolton die scoorde uiteindelijk met de bonus. 11 punten en weer een bal verlies. Oh, ja, 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 ja. Goeie verdedigende actie hoor. Ja, kijk duidelijk. Hier. Hallo. Hakot met een sterke drive. Ja, sterke jongen ook natuurlijk. Heeft wat gewicht overschot. Stoenbrist. Pas hoor. Assist voor Hito Kok. Voor de Bos. Ja, de jongens hebben goed geluisterd naar coach Praal en zoeken echt wel de penetraties op. En je ziet dat het loont voor hun. Feyenoord krijgt een flinke por in de rug. Dan maak je Mwema. En de bom. Ja, zoals op training. Ja. Hij is vinnig en snel genoeg om alle posities te kunnen spelen. Austin Price, bam, zijn derde bom. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, ze moeten de ring aanvallen. Dan gaat Austin Price in de laatste seconde een driepunter gooien. Cruiser. En daar is Bolton weer. Jean-Marc Mwema. Begin en het einde. Over de ring liet rollen en dan Nikola Jovanovic in binnen duwt. Ja. Aan de overzijde, gemakkelijke score. Ja, je ziet Antwerpen is goed aan het bewegen. En daar is hij bijna. Oh! Goeie druk van Buggenhout nog altijd. Austin Price. Ja. Goeie rebound van Suing op dat gemiste shot van Buggenhout. Nikola Jovanovic, goeie paas. En dan Buggenhout die
De floater mist en dan geen rebound, want daar speculeerde hij ongetwijfeld over. Goeie paas dit van Austin Price. Vechten voor die bal, dan weet je dat de pachter in de buurt is. Ja, ja. Daar is die switch en daar gaat Dorsey. Oh, heel mooi. Jovanovic aanvallen. Jovanovic, ja, ja, ja. Time-out is er meteen voor Ivica Skelin. Ah, heel mooie beweging van Dorsey Walker, zeg. Bolton. Die gaat helemaal alleen scoren en ze krijgen het opnieuw. Ja, dat zou je toch niet voor mogelijk krijgen. En Bolton met zijn 20ste van de dag. Ja, 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 ja. Van Biggenhout. Swing. Ja, kijk. Aarzeling, maar nu is hij terug daar. Justice Swing, een bom. In die situaties waar geswitcht wordt en er komt een grote jongen op hem wat meer zijn creatief talent zien gebruiken en naar penetraties toe gaan. Terwijl Ferrer hier een ongelofelijke driepunter binnengooit. Die krijgen die window van beslissing nemen. 1-2 seconden na de actie. Mooi van Vliet, slipt langs alles en iedereen door. Akkoord met de post-up, daar is de tweede verdediger. Oh, goeie actie daar, mooi gespeeld. Achter. Ja. Ja, en Den Bos de laatste twee balbezitten. Een balverlies en een gemiste layup. Balverlies voor Bolton. Moore. Oh, ik dacht dat hij hem weer erover ging liggen. Goeie verdediging daar van Price. Bijna balverlies. Maar wel het scoren. Kivan Feyenoord. Ja, en dit is een heel belangrijke basket. Denk ik, 6 punten verschil. Ja. Als je Antwerpen bent nu, dan ben je volledig gefocust op deze stop hier. Deze stop maken. Daar is Price met de driepunter. Die gaat er wel in nu. Ja, ja. Den Bosch heeft sowieso toch wel een score nodig hier. Mooi, daar is Price. Daar is Austin Price. En die gaat nu wel binnen. Trekt gelijk. En Reserve Bolton. Die driepunter, hè. Dat mag niet gebeuren. 36,6 seconden. Oppassen daar van Buggenhout. Price, die daar vrije stoemer is. Die het ook niet doet. Mooi van Vliet. Oh, en die toch op de puzzel. En is hij op tijd? Is hij op tijd of niet? Druk gevierd bij Den Bosch, maar ik zou nog even naar de beelden gaan kijken, denk ik. Dat geeft ook Riff van Bokhoven. Ja, basket. Wijst het uit? Ja. Ja. Geef. 78-76 is het eindresultaat. En er zijn...